Over iets minder dan 1 week mogen we weer naar de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om de Tilburgse partijen een beetje beter te leren kennen, hebben wij voor u dit debat georganiseerd. We gaan verder naar de volgende stelling. De gemeente moet in de spoorzone ruimte behouden voor creatieve gebruikers met lage huren. De stelling is ingestuurd door D66 en zal deze verdedigen tegen Lijs Smolders. Daarom roep ik graag naar voren Berend de Vries van D66 en Hans Smolders van Lijs Smolders. Meneer de Vries, ook aan u de vraag of u in 1 minuut deze stelling kan toelichten. Ja, dat doe ik heel graag. Het is er net al redelijk uitvoerig over de spoorzone gegaan. En ik ben blij met de complimenten namens onder andere het CDA en dat de VVD ook nog mee wil denken. Dat is ook heel mooi. Wat cruciaal is in de spoorzone is dat het een gebied gaat worden voor iedereen. Een gebied voor alle Tilburgers. En dat betekent dat niet alleen mensen met een pak en een stropdas, zoals ik hier vandaag sta, in dat gebied een plek mogen krijgen. Maar ook creatievelingen. Van de Hall of Fame, waar jongerencultuur op zijn plek is, naar andere creatievelingen die ook in de spoorzone, in het hart van onze stad, een plek zouden moeten krijgen. En om dat voor elkaar te krijgen moet je gaan differentiëren in huren. Zorgen dat op sommige plekken de huren laag blijven en op andere plekken kan je wel een hogere huur gaan vragen. Die huur is altijd marktconform, maar je moet kijken naar het specifieke gebruik van die huren. Als ik dan richting de LST kijk, dan wordt er af en toe met heel veel enthousiasme over de boemel gesproken. Want dat is nou eindelijk ondernemerschap zonder dat er subsidie bij moet. Nou, beste Hans, ik heb daar slecht nieuws voor je. Ook dat is uiteindelijk gesubsidieerd. Dat subsidiëren we gewoon via de huur. Dat is een lage huur. En per saldo betekent het uiteindelijk dat wij dat als gemeenschap met elkaar betalen. Jij bent degene die tegen geldverkwisting en wanbeleid is. Daar heb je het vaak over. De vele miljoenen die wij in de spoorzone uitgegeven hebben. Onder andere voor de bibliotheek. Die we daar graag heen brengen. Dat zijn we nu aan het maken. Ik vind dat cruciaal om dat naar dit gebied te trekken. Omdat we daarmee zorgen dat, zeker met zo'n functie als de bibliotheek, dit gebied echt een gebied voor alle Tilburgers gaat worden. En ik vind het jammer dat jij daar niet aan boord was. Ons beticht van, ik heb je programma gelezen, geldverkwisting en wanbeleid. Meneer Smolders, wilt u daarop reageren? Ja, ik zal met de laatste beginnen, want wij zijn op een heel aantal onderwerpen zijn we heel positief over de spoorzone. We hebben ook heel veel plannen gesteund. Maar als je dan met een plan komt om de bibliotheek te gaan verhuizen, een bibliotheek die naar de toekomst toe al een heel andere functie zal krijgen, wat je nu ziet, dat alles digitaal gaat worden. Maar we hebben op het Koningsplein hadden we daar gewoon een mooie bibliotheek zitten, want die hele zuidkant die wordt nu eigenlijk zeg maar zonder bibliotheek gezet. Het kost inderdaad 30 miljoen euro om daar inderdaad te gaan investeren. Het zijn met name allemaal inderdaad overheidsgerelateerde bedrijven. Het is allemaal subsidie, het is allemaal belastinggeld. En er moet een evenwicht zijn tussen private bedrijven die zelf hun broek ophouden en initiatieven waar wij elke keer maar geld in moeten duwen. Er zijn een aantal zaken ontzettend goed gebeurd en dan moet je inderdaad wel faciliteren met subsidie. Want anders krijg je dat gebied niet zoals we het nu hebben voor elkaar hebben gekregen. Dat hebben wij ook gewoon gedaan. Maar je moet op een gegeven moment wel een gelijk speelveld gaan krijgen. En daar moet je nu voor gaan waken. Want we zijn in de spoorzone heel goed bezig. Het is allemaal, de plantjes zijn uitgekomen. Maar als je nou door blijft gaan met het inpompen van belastinggeld, ja, dan ga je natuurlijk geen gelijk speelveld meer krijgen. Dan gaan ondernemers die elders zitten, ja, dan krijg je valse concurrentie. Want het gebied heeft zich nu dusdanig ontwikkeld dat men daar ook graag moet komen. Als men daar niet meer wil investeren in dat gebied, dan kun je het beste in heel Nederland meer nergens gaan investeren. Want dit is juist bij het Centraal Station, centraal in Tilburg, tussen Den Bosch, Eindhoven, Breda in. Ja, daar moeten ze in de rij staan om te investeren. Daar moet je onderhand eens een keer je knip dicht houden als overheid. Maar ben je het dan niet met me eens dat om dit een gebied voor iedereen te maken, dat we juist ook functies voor iedereen in het gebied moeten hebben? Maar dat is toch een open deur? Ja, natuurlijk zijn we het daarmee eens. Maar dan maak ik hem even scherp. Hè. Op het punt van, je programma staat er bijna om de regel, staat deze zin erin. Dat er sprake is van geldverkwisting en wanbeleid door deze coalitie. De bibliotheek is een van je speerpunten als je het erover hebt wat er dan fout gegaan is. Ja. Ben je het niet met me eens dat juist dit soort functies in dit soort gebieden cruciaal zijn om de verbinding te maken tussen mensen met of een lagere opleiding, misschien een lager inkomen, en mensen die daar met bedrijven bezig zijn, met andere functies? Ik ben ervan overtuigd dat door deze functie in dit gebied te brengen,
En met deze enorme kwaliteit, want het wordt een geweldige plek, echt een huiskamer voor de stad, dat we op de lange termijn, en dan is het misschien nu relatief veel geld, maar op de lange termijn we voor de stad, voor al onze mensen in de stad goed doen. Ik heb je heel veel gesteund. Ik heb je zelfs echt achter je broek aangezeten om de Mindlabs voor elkaar te krijgen. Dat kun je niet ontkennen. Dat heb ik gedaan. Daar hebben we samen in opgetrokken. Ik heb ontzettend veel andere projecten in de spoorzone gesteund. Behalve het verhuizen naar de bibliotheek hebben we het even over 30 miljoen euro. Alsof men niet op het Koningsplein kan doen wat jij net allemaal vertelt. Dus het is ook op een gegeven moment geen bodemloze put die we hebben. Ja, trek wel als je zo doorgaat, want dan zit er niks meer in. Je zult ook verantwoord met geld om moeten gaan. Zeker. En op tijd moet je daarmee stoppen. Het begint een volwassen gebied te worden. Er moet nog veel gebeuren. Maar als we hier nu geen partijen meer kunnen trekken, dan ligt het niet aan de markt, maar dan ligt het aan, eigenlijk aan het bestuur van Tilburg, dat je te snel hapt. Want de overheid moet hier nu een stapje terug doen en de private markt zal nu zijn best moeten doen. En dan moeten wij alleen maar gaan bewaken dat er kwaliteit gaat komen. U mag daar nog één keer op reageren en dan ronden we af. Ja, nou, ik vind het uiteindelijk een relatief makkelijk antwoord op een hele specifieke vraag. Nee, dit is een tactiek, dit is een debatspelletje. Laten we niet door elkaar heen praten. Een relatief makkelijk antwoord op een hele specifieke vraag. Ik stel dat Hans misschien te makkelijk roept dat wij geld over de balk gooien. We hebben heel gericht geïnvesteerd in dit soort functies in dit gebied. Om te zorgen dat het echt een gebied voor ons allemaal gaat worden. En ik vind het jammer dat we daar elkaar niet hebben kunnen vinden. En nou ja, we gaan wat mij betreft de komende jaren op deze weg voort. In de goede mix. Andere functies die wel renderen en ook functies die wat minder renderen, om te zorgen dat het echte gebied van ons allemaal wordt. Ik zit tenslotte in de oppositie. Ik moet jullie scherp houden. Jij wilt hebben dat ik 100% ga doen wat jij wil. Dat doet de SP wel, maar dat gaat de LST niet doen. Dus het kleine deel waar wij kritisch op zijn, dat vinden wij ook echt nodig. Want ja, je moet ook een klein beetje voorzichtig zijn met de belastinggeld van de burgers. Een duidelijk voor en tegen dus. Hartelijk bedankt, heren. Graag gedaan.